Fijn dat jullie er zijn. Ilse Vuisten, accountmanager, werkmakelaar bij Mijn Gemeente Dichtbij. Hè? Klopt. Zeg ik het goed, toch? Ja. En Lucie Huis, coördinator preventie, basisteam jeugd en gezin. Exact. Ja. En Trude van Rooij, schrijfster. Ja. Moet je schrijfster of nog een bredere? Nou, dat is heel leuk dat je daarmee voorstelt. Want mijn roman die ik geschreven heb heet Zo heb je mij genoemd. En als je iemand noemt, dan heb je daar verwachtingen bij. Dus ik snap het probleem dat je hebt met mij noemen. Ja. Gaan we straks uitgebreid met jullie twee praten. Maar om te beginnen, we beginnen met Ilse Vuisten. Ja. Ilse, jij werkt onder andere bij de WSD, maar nog ook op andere plekken. Hè. De WSD zorgt dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer aan de slag kunnen. Jij bent accountmanager en ze noemen het ook werkmakelaar. Ja, ik heb veel functie. Welke rol heeft de WSD en welke rol heb jij nou in dit proces? Ja. Nou, als je kijkt naar bij de WSD, ik ben accountmanager bij WSD. WSD doet de uitvoering van de participatiewet voor 10 gemeenten. En daarin ben ik ook werkmakelaar voor mijn gemeente Dichtbij. En dat zijn de gemeenten Boksel, Haren en Sint-Mies-Gestel. En eigenlijk de overkoepelende taak die ik eigenlijk heb, is werkgeversdienstverlening. Om daarbij met bedrijven vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Dus dat is eigenlijk mijn algehele functie. En als je dan praat de link richting aan het werk, ja. Want dat is denk ik wat je ook zoekt. Ja, aan het werk is een MVO-platform ontstaan. Ja, want even terug, want ja. De stichting aan het werk is 5 jaar geleden ontstaan. Ja, hè, door volgens mij 3 initiatiefnemers, waaronder de WSD. Ja. Voor de mensen die het niet kennen, wat houdt deze stichting in? Ja, het is een MVO-platform ontstaan uit, eigenlijk is de WSD daarmee gestart. Ja. Kijk, een paar jaar geleden, we zitten nu in een economische groei, een paar jaar geleden was het echt crisis. Daarmee was het voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt lastig natuurlijk om een plek te krijgen. En het besef was bij de WSD ook, wij moeten daarin ook werkgevers betrekken. Ja. Om werkgevers die ook echt de schouders eronder willen zetten, om een plek te bieden voor mensen die niet zelfstandig in een baan kunnen instromen. Nou, uiteindelijk is daardoor zeg maar de start gemaakt. Ja. Toen is eigenlijk hier lokaal met een groot aantal werkgevers is contact gelegd. Van, kunnen wij gezamenlijk hierin een platform bieden? Snel is er ook een aansluiting gekomen met IBN en Wenen. Mm-hmm. Dan praten we dus eigenlijk over de hele regio Noordoost-Brabant. Ja. En dat heeft geresulteerd in 5 jaar geleden dan de opstart. En ik denk, vorige week maandag was dus het 5-jarig jubileum. En dat hebben we groots gevierd, maar ook met trots gevierd. Ja. En dat houdt dus in dat de werkgevers met elkaar elkaar willen ook inspireren om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt door middel van workshop bijeenkomsten elkaar te vinden. Ja. En dat is ook in deze tijd van economische groei heel erg belangrijk. Ja. Want nog heel even voor mijn beeldvorming. Je bent accountmanager, werkmakelaar bij Mijn Gemeente Dichtbij. Hè? Yes, ja. Want het is heel veel het kader, om het zo maar te zeggen. Je werkt bij de WSD en bij Stichting Aan het Werk. Ben je nou in dienst van de gemeente? Of, ik ben in dienst van WSD. Ja? En daarmee is WSD dus een van de partners van het MVO-platform. Ja. En daarin komen wij regelmatig samen. En daarin verbinden we dus ook werkgevers met elkaar. Om elkaar te inspireren om, wat ik al zei, om inclusief te ondernemen. En inclusief ondernemen is heel belangrijk om daarmee ook te laten zien aan werkgevers die nog niet hun deur hebben opengezet om mensen met een afstand een plaats te bieden. Dat die ook daarin geïnspireerd worden en van elkaar ook leren van de positieve voorbeelden. En wat doet het? Hè? Het is succesvol ondernemen, sociaal ondernemen. Ja. Maar dat komt ook samen dat het ook renderend ondernemen is. En dat is een hele mooie samenkomst van omstandigheden. Ja. Ik kende de stichting eerlijk gezegd nog niet. Hoe komt het dat aan het werk nog niet bij het grote publiek echt bekend is? Ja, het is kleinschalig begonnen. Daarmee heeft het is natuurlijk een soort sneeuwbal hè, wat moet gaan rollen. De WSD is in mijn optiek toch groot bekend. Ja. Ja.
Nou, dat is ook iets wat ja, natuurlijk ook naar streven om dat nog verder, om werkgevers nog verder aan te laten sluiten. Ja. Ja, als we nu kijken naar, misschien qua naam niet bekend, maar als je kijkt naar de resultaten wat we behalen met z'n allen. Ja. En daarin is heel duidelijk afgelopen vorige week maandag ook bekendgemaakt van wat hebben we nou eigenlijk geresulteerd in die 5 jaar. En dan praten we toch over 845 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die bij de 150 partners en founders aan het werk gesteld zijn. Dus het brede publiek is misschien niet bekend met het aan het werk. Maar elk afzonderlijk bedrijf levert zijn bijdrage eigenlijk aan de doelstelling van aan het werk. En dat is die verbinding met elkaar om sociaal te ondernemen, inclusief te ondernemen. Ja, kenden jullie het of niet? Nee, WSD natuurlijk wel. Ja. 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 Ja, en daarin is natuurlijk ook, hè, als we kijken, WSD, mijn gemeente bij hier ontstaan. Vervolgens aansluiting met IBN en Wener. Dan pak je ook de hele arbeidsmarktregio. En dat heb je nodig om, jij kunt het niet alleen. Hè? Dus ja, die samenwerking, dat geeft uiteindelijk ook het resultaat. En het is zo mooi om te zien dat bedrijven die elkaar ontmoeten bij bijeenkomsten of workshops, dat die ook in de keten uiteindelijk met elkaar gaan samenwerken. Ja. En ja, dat is mooi. En het is vanuit het sociaal hart. Maar niemand die onderneemt alleen met een sociaal hart, het moet ook renderend zijn. Ja. Ja, en die combinatie, ja, als werkgevers die combinatie ook ervaren, dan heb je ze mee. En dan worden ze ook lid van aan het werk. Ja. Ja. Ja, je vertelde net al, hè, wat jullie tot dusver gerealiseerd hebben. Volgens mij wil er iemand hier iets... iets is er iets niet goed met het geluid? Maar goed, dat kan allemaal. Het is allemaal live. Ja, je vertelde wat jullie gerealiseerd hebben. Wat zijn jullie speerpunten voor 2019? Nog meer partners is eigenlijk laten toetreden tot aan het werk. Ja. Als we kijken de onderwerpen die we behandeld hebben afgelopen 5 jaar, dan praat je over kwetsbare doelgroepen. Ja. Inzet van vergunninghouders voor kwetsbare jongeren. Ja. Je gaat ook kijken naar praktisch leren. Want er is, ja, op dit moment dat is het probleem. Er zijn veel functies, er zijn veel banen, maar de aansluiting vraag en aanbod is niet optimaal. En daarin zul je ook de kwetsbare doelgroepen die niet aansluiting hebben met het reguliere onderwijs, ja, ook mee moeten nemen om mogelijk meer op praktijk leren daarin in te zetten. Dus er zijn vele projecten die op dit moment ook lopen en die we verder gaan uitbreiden in de regio. Mm-hmm. En uiteindelijk is het zo dat we dus willen dat, ja, eigenlijk elk bedrijf inclusief gaat ondernemen. Dus dat zou een ultieme doelstelling zijn, ja. Ja, want er is best een krapte op de arbeidsmarkt, ja, denk ik. Wat zijn jullie allerbelangrijkste doelgroepen? Het is heel divers. Eigenlijk iedereen die niet zelfstandig zeg maar tot een baan of tot een werkinvulling kan komen. En dat kan heel divers zijn. Mm-hmm. En daarmee noem ik al een paar doelgroepen. Hè. Bijvoorbeeld statushuisvergunninghouders, jongeren, mensen die misschien later in hun leven met een carrière switch misschien 20 jaar bij, ja, een bedrijf hebben gewerkt. Ja. En nu niet meer in hun huidige baan eigenlijk weer terugkomen. En daarin zeggen we ook altijd inzet op talent. Hè, dat is heel belangrijk. En kijk ook naar iemands competenties. Het is niet, ja, je hebt een functie en met die functie ben je leven lang verzekerd van werk. Iedereen heeft zijn vaardigheden en probeer, ja, gebruik te maken van die positieve kant, hè, van iemand. Niet kijk naar beperkingen, want het wordt vaak genoemd. Beperking, afstand tot, klinkt vaak, hè? Alsof, ja, je op een tweede, ja, rang gezet wordt. Ja. Maar daarin, ja, ieders talent telt. Sorry dat ik je interrompeer, maar we hebben het altijd, hè, over de term mensen met afstand tot, ja, de arbeidsmarkt. Maar het is zo'n... Ja, het is een soort containerbegrip, hè, ja, wat altijd gebruikt wordt. We zeggen vaak, ja, je kunt ook zeggen, ja, plus, maar hoe noem je dat eigenlijk? We zeggen ook altijd van, ook binnen de WSD of binnen IBN of Wenen waar we, ja, zijn, collega's. Wij zijn collega's van elkaar. En de een heeft misschien hulp nodig van een jobcoach. De ander heeft misschien een aangepaste werkplek nodig. Maar we tellen allemaal mee. En het is alleen het stukje afstand tot waarin dan die hulp dan geboden wordt. Om iemand ook, ja, te laten floreren op zijn werk. En we zeggen ook vaak van, werk is meer dan alleen, even het over gehad, werk is meer dan alleen geld. Hè? Het is meer, ja, dan alleen inkomen. Ja. Het is dat iemand zijn, nou, daarin ook zijn sociale contacten, daarin ook ja, zijn bijdrage aan de maatschappij levert. En dat is zoveel meer waard dan alleen ja, die patiënten, zeg maar. Ja, ja. Ja, we hebben te maken met het begrip statushouders, ook, ja, hedendaag. Zien jullie daar een toenemende vraag of toenemende, ja, mate? Zeker. Het, ja, zijn, ja,
Kijk, op het moment dat een gemeente vanuit een AZC een taakstelling krijgt, hè, om mensen op te nemen, op het moment dat zij dan huisvesting toegewezen krijgen, dan zijn ze ook, op dat moment komt ook werk in beeld. En daarin zijn wij als de ontwikkelbedrijven, staan we ook vooraan om de mensen te begeleiden naar werk. En dan heb je het soms te maken met, ja, taal is soms nog niet optimaal. Ja, dat wilde ik net weten. Krijgen die dan een speciale aandacht of hoe moet ik me dat voorstellen? Nou ja, we zeggen ook altijd, iemand, ook al kent iemand misschien niet optimaal alleen als taal, hè, want je hebt verschillende niveaus. Iemand die heeft natuurlijk ook in zijn geboorteland werkervaring. En dat kan van HBO, WO tot een ander niveau. Maar op het moment dat iemand ook zijn ambitie kan aangeven dat hij graag in een bepaalde sector wil werken waar hij vroeger heeft gewerkt, dan proberen wij dat ook, dus met taalbuddies of met extra begeleiding, toch iemand in te laten stromen naar werk. En is niet altijd even makkelijk, want daar hebben we ook werkgevers voor nodig, die ook een mindset dan hebben van, ja, maar hoe doen we dat dan? Andere cultuur. Ja, het is met elkaar leren kennen. En in de praktijk blijkt gelukkig ook hier in Boksel en in de omliggende gemeente dat werkgevers openstaan voor en echt ook verrast zijn door de dynamiek die ontstaat op de werkvloer. Met de huidige bezetting. En ook dat iemand meer meebrengt dan alleen zijn werk. Ja. Ja. Ja, en jullie hebben het ook heel vaak over founders en partners. Ja, een mooie naam. ik was me aan het inlezen. Dat, wat is nou precies voor jullie het verschil tussen een founder en een partner? Ja, en nou, een founder is eigenlijk, dat zijn de bedrijven die vanaf het eerste moment ingestapt zijn met, met de vraag eigenlijk, oké, welke ondernemers wil de schouders eronder zetten om dit platform in ieder geval een groot bereik te geven. Ja. Die hebben dus ook met een financiële impuls daarin bijgedragen. Mm-hmm. En het zijn op dit moment 25 founders. Mm-hmm. Ja, het verschillende zijn stichtingen, het zijn bedrijven hier in Boksel. En daarnaast zijn er partners, die hebben zich ook verbonden voor 3 jaar aan het werk. En die hebben dan een lidmaatschapbedrag betaald om daarmee ook naar alles wat georganiseerd wordt te ondersteunen. Ja, want dat wilde ik weten. Ja. Welke concrete bijdrage vragen jullie dan eigenlijk vanuit? Nou, nogmaals de oproep, hè. Elke werkgever die ook mogelijk met een bijdrage van dit verhaal, denk ik van, goh, ik heb altijd gehoord inclusief ondernemen, maar er zijn zoveel netwerkbijeenkomsten. Lokaal, dat is ook echt de kracht. Mm-hmm. Dan praat je over een lidmaatschap wat je dan voor 3 jaar aangaat, voor een bedrag onder 1.000 euro. En dat maakt ook dat daarin niet alleen maar die bijeenkomsten waar je aan deelneemt, maar de samenwerking en wat je ziet ontstaan op verschillende workshops die we ook geven, dat daarin de verbinding ook ontstaat en dat mensen in de keten met elkaar ook gaan samenwerken. En dat is gaaf, want dan komt er van 1 contact, komt er 2, 3, 4. Tof. Zijn er nou echt, als je nu kijkt, hè, naar de dingen die er plaatsvonden, ook in de afgelopen 5 jaar, zijn er dan bepaalde succesverhalen die je met ons zou willen delen? Of? Nou ja, succesverhalen, ik absoluut. Ja, ik vind sowieso, als we kijken naar de komst van de statushouders, vergunninghouders. Dat was in het begin best lastig om daarin ook werkgevers mee te krijgen. Hè, van, de mensen beheersen niet de Nederlandse taal optimaal, zitten nog in inburgering, moeten nog Nederlandse taallessen vol, zijn beschikbaar nu voor werk voor 1,5 dag per week. Dan kom ik bijvoorbeeld of mijn collega's met een vraag bij een werkgever, 1,5 dag in de week, is dat mogelijk? Mm-hmm. Ja, is niet passend, hè? Iemand heeft wel elektrotechnische ervaring, maar kan niet mee met de monteur. Uiteindelijk, door middel toch van het bieden van een stageplek bijvoorbeeld, kan iemand toch al in die eerste periode, voordat hij zijn inburgering heeft afgerond, toch al in het bedrijf een beetje landen. Op het moment dat iemand zijn inburgering afgerond heeft en taal is afgerond, dan heeft ook een bedrijf de intentie om iemand dan ook echt een contract aan te bieden. En dat is zo mooi om te zien dat uiteindelijk toch laagdrempelig stage, maar wel intentie. We gaan niet stage voor het leven doen, want maar dat zie je die meerwaarde, gewoon voor beide partijen. En als je dan terug hoort van zo'n opdrachtgever van, prachtig succes en het heeft het ook zoveel gedaan voor de huidige medewerkers, dan is dat echt een succes. En een ander voorbeeld is ook het praktijkleren, wat ook al even benoemd is. Niet iedereen die kan het regulier onderwijs aan, maar dat op de werkvloer met een begeleiding iemand toch certificaten kan behalen en daarmee gestapeld toch richting
bij mogelijkheid en ambitie mbo-niveau kan behalen. Prachtig. Ja, dat is gewoon super om te zien. Ja. Ja. Hey, tot slot, waar willen jullie over 5 jaar? We zijn nu 5 jaar, waar willen jullie over 5 jaar? Nou, dat niemand om ons heen kan en dat het initiatief ook landelijk... Kijk, wij zijn echt voor regionaal en lokaal initiatief. Maar we merken ook vanuit Den Haag dat hier dat er met trots ook naar ons gekeken wordt. En wat onze voorzitter van Aan het Werk, Bob Hutte, ook heeft aangegeven van... Hij is trots. Trots op de afgelopen 5 jaar wat we gerealiseerd hebben met z'n allen. Maar dat is door de werkgevers, met voor en door werkgevers. En voor de komende 5 jaar nog trotser zijn en dat niemand om ons heen kan. Het is een hele betrokken ondernemer, hè? Want ik ben ineens bij een van zijn bedrijven geweest. Ja. Ik vond dat zoiets bijzonders. Maar dat is ook echt vanuit het gevoel. En zoals hij ook praatte, trots op een ieder die hier in de schouders onder wil zetten. En het gaat om passie. Vanuit jezelf. Ja. En het is ondernemen is meer dan alleen maar een product verkopen. Hè? Het gaat om het, hoe ga je menselijk om? Ja. En wie biedt je kansen? En ga je kijken naar vaardigheden of ga je alleen maar kijken naar een cv of papiertje? Ja. Prachtig. Ja. Mag ik jou super danken dankjewel. Voor je komst. Dat is een beetje rommel opstaan, maar heel mooi vraag. Blijf lekker zitten. Ja, doe ik. En we hebben alle tijd, dus je kunt lekker mee kletsen met de verhalen die allemaal nog komen gaan.